Hallo, ik ben Find The Creator en in deze video praat ik over hoe kom je van je schulden af? Ten eerste, voordat ik begin. Mensen, mensen hebben nou eenmaal schulden. Als jij of ik denk aan schulden denken misschien aan die incassobureau of een instantie waarvan de rekening nog niet hebben betaald. Maar denk even aan. Nou. Zit je in een koophuis, dan heb je een schuld. Heb je een leaseauto, dan heb je een schuld. Dat behoren ook tot schulden. Maar er zijn vaak schulden waar we niet zo 1, 2, 3 last van hebben, mits je je rekening betaalt voor de hypotheek. Voordat ik inga op deze video, wil ik een klein beetje in het moment staan. Mensen met schulden kunnen soms heel erg diep in de penarie zitten. Het kan je zelfs heel erg ongelukkig maken. Elke maand kom je geld tekort en je kan je schulden niet betalen. Afbetalen en je rekeningen stapelen op. Waar jij en ik in het moment even in kunnen staan, is dat we onszelf niet gaan straffen over schulden die we hebben. Het heeft namelijk geen zin om jezelf op een verkeerde manier te blijven straffen, te blijven slaan met het voor het feit dat je schulden hebt. Nogmaals, iedereen heeft schulden. De vraag is: wil je er vanaf komen? In deze video heb ik een zes stappen plan waarin ik je beschrijf hoe je van je schulden afkomt. Stap 1. Het allerbelangrijkste wat ik je misschien in deze video ga vertellen is de eerste stap. Is dat je 1 of 2 euro gaat moeten uitgeven. Ja, ik weet je hebt schulden, maar we gaan toch geld uitgeven om geld uiteindelijk weer te kunnen verdienen. Ik wil dat je het volgende koopt. Een pen en een notitieblok. Ik snap dat je een telefoon hebt, ik snap dat je een computer hebt, maar ik wil je toch echt vragen om een pen en noodblok te kopen. Waarom? Stap 1 is namelijk het in kaart gaan brengen. Je gaat opschrijven hoeveel schuldeisers je hebt. Zijn het er 1, 2 of 3 of meerdere? Je schrijft op schuldeiser, de naam van de schuldeiser, je gaat ze bellen. Ga hulp vragen als je moeite hebt aan de telefoon. Misschien kan iemand je daarbij assisteren. Ga al die schuldeisers opbellen. Ga ze eenvoudig vragen. Wat staat er open? Je schrijft het op. Als je al je schuldeisers in kaart hebt gebracht. Als je weet bij wie je geld verschuldigd bent. Ben je klaar met stap 1. We gaan naar stap 2. Je situatie. In stap 2 ga je je situatie in kaart brengen. Je gaat kijken. hey, hoe leef ik nou? Wat is mijn inkomen? Misschien heb ik inkomen uit werk, uit loon. Misschien heb ik een uitkering. Uh, misschien heb ik naast mijn uitkering um, heb je nog een, een side job, een tweede baan of een bijbaantje. Je gaat al het geld wat er maandelijks binnenkomt, dat schrijf je ook op. Nu weet je wat er binnenkomt. Je situatie ga je uiteraard ook beschrijven in hetzelfde notitieboekje. Wat komt er allemaal in? We gaan vervolgens naar stap 3: uitgaven. Uiteraard hebben we verplichtingen elke maand waar ons geld naartoe moet. Het meest belangrijke: huisvesting, gas, licht, water, je abonnementen, je ziekenfonds. Uh, laten we eten vooral niet vergeten. Uh, verplichtingen voor bijvoorbeeld je kinderen. Dat zijn allemaal uitgaven die we elke maand moeten doen. Sommige uitgaven zijn maandelijks, sommige per kwartaal, sommige één keer in het jaar. Van de uitgaven die per kwartaal. Um, worden, worden gedaan, bijvoorbeeld water. Vaak is de waterrekening per kwartaal. Nou, dat kan je door drie delen. En dan weet je wat je per maand uitgeeft. En hetzelfde geldt voor uitgaven per half jaar of voor het jaar. Delen door 12, door zes. En ga vervolgens ook weer in je notitieboekje de uitgaven noteren. Rekeningen zijn geen verrassing. We weten aan het begin van het nieuwe jaar komt de gemeente waterschapsbelasting, de reinigingsheffingen. We weten dat het eraan komt. Je weet in welk jaar je eindafrekening komt voor energie. Dus het zijn geen verrassingen. Ja, een verrassing is wellicht een bekeuring die je hebt gekregen omdat je te hard hebt gereden. Maar over het algemeen kunnen we alle rekeningen goed voorspellen in het jaar. Ga ook een jaaroverzicht maken en een maandoverzicht. Vaste lasten die elke maand sowieso terugkomen. En sommige maanden heb je extra lasten. Dat kan je al voorspellen. Maar wanneer je uitgaven in kaart hebt gebracht, inclusief welke huidige regelingen je al hebt met schuldeisers, weet je precies wat er per maand uitgaat. We gaan naar de volgende stap, stap 4, je aflossingsruimte berekenen. Nu weet je wat er binnenkomt. Je weet wat er uitgaat. Eigenlijk blijft er nu twee dingen over. Of er blijft nog geld over, Dat wil zeggen... Je hebt ruimte in je budget of je uitgaven zijn zo hoog dat er geen voldoende ruimte mis in het budget. Sterker nog, je zit in de min, je maakt elke maand eigenlijk meer schulden waarom? Je lasten, je kosten zijn nog steeds te hoog. Dit is een hele vervelende situatie. In het geval dat je per maand niet genoeg geld overhoudt, dan zou ik je adviseren om een bureau in te schakelen. Om je te gaan helpen te kijken naar je maandelijkse budget. Naar je maandelijkse uitgaven. Want als je het gevoel, en vaak hebben we dat al. Hè, dat we zoveel onnodige abonnementen al hebben opgezegd. Er is niets meer. Je hebt echt het gevoel. Ik, heb, ik, heb, ik zit al minimaal tegen wat ik nodig heb te leven. En nog steeds lukt het me niet om over te houden en mijn kosten te drukken. Ga hulp inschakelen, want budgetbeheerders kunnen vaak heel creatief zijn om je te helpen toch een even een andere manier naar je eigen situatie te krijgen. En misschien vind je daar wel plotseling ruimte in je budget. Misschien heb je een dubbele verzekering waar je niet van op de hoogte bent. Hou je wel geld over aan het einde van de maand. Dat is heel fijn, want dan heb je aflossingsruimte. In beeld. Is het 10 euro, 100 euro of 200 of 500 euro wat je per maand kan aflossen? Met dit in gedachte gaan we naar stap 5. Stap 5 is het maken van een aflossingsvoorstel. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, het kan zijn dat momenteel je al schuldeisers aan het aflossen bent. Prima, sommige schuldeisers krijgen wellicht nog niets binnen. Maar die brieven die ze sturen, die aanmaningen die ze sturen... in incasiebureau die er vervolgens op wordt gezet... ...ja, die, die blijft actief bezig. Ze laten je niet meer rust. Dus je zal een aflossingsvoorstel moeten gaan schrijven... ...naar alle schuldeisers en ze eerlijk vertellen... ...luister, dit is mijn situatie. En hier heb ik persoonlijk in mijn eigen ervaring ook wel gemerkt... ...hoe eerlijker je bent... ...hoe transparanter je bent... Des te verder je komt. Uit mijn eigen ervaring is wanneer je een overzicht meestuurt. Luister, schuldeiser. Dit is wat ik verdien. Dit is mijn huur. Dit zijn mijn vaste, vaste lasten. Dit moet ik mijn kinderen geven, want ze moeten ook eten. En dit zijn alle andere schuldeiders. Dit is wat ze krijgen. Dit is wat ik jou kan betalen. Take it or leave it. Ja, van een kale kip kan je echt niet plukken. Het betalingsvoorstel of het voorstel. ...is belangrijk voor schuldeisers om te zien dat je in controle bent, dat je grip hebt om uit je schulden te komen. Dat is het belangrijkste wat ze willen zien. Het vertrouwen moet daar zijn. Kijk, een bedrijf kan zich veroorloven om die 50 euro van jou te missen deze maand. Dat kunnen ze, dat kunnen ze best veroorloven. Maar wat ze zich niet kunnen veroorloven is dat er geen afspraken zijn over de maand daarna of de maand daarna. Lukt het je bijvoorbeeld niet om je afspraak na te komen... Bel ze gerust op en leg ze uit wat de situatie is. Hoe meer je in gesprek blijft met je schuldeisers, hoe meer het vertrouwen er is bij hun dat je ermee bezig bent. Maar geen gehoor is het fundament voor slechte communicatie en wantrouwen. En dan zullen ze niet willen meewerken. Het tweede stuk wat ik wil zeggen over het aflossingsvoorstel is. Misschien heb je een schuld van 1000 euro bij je zorgverzekeraar. En je komt tot de conclusie: je kan maar 10 euro per maand afbetalen. Het klinkt niet veel, hè? Maar weet je wat het is? Maak hun probleem niet jouw probleem. Als zij voor die 1000 euro zo lang moeten wachten, omdat je maar per 10 euro per maand kan aflossen, dan is dat jouw probleem. Werkelijkheid, jouw realiteit. Maak je niet druk over de grootte van het bedrag. Waar je druk om moet maken is dat je het consequent moet afbetalen. Die 10 euro kan in jouw ogen ook waarschijnlijk niet, niet, niet veel betekenen. Maar uiteindelijk zal je op nul uitkomen wanneer je consequent betaalt. Dus de grootte van het bedrag wat je ze kan geven, maak je daar vooral niet druk over. Dat deed ik namelijk ook. Ja, het liefst geef ik 200 euro per maand. Hup, hup. En dan kom je tot de conclusie: kan je eigenlijk maar 25 euro geven? Ja, dan is het 25 euro, want dat is namelijk wat je financiële ruimte kan doen. Dus maak je niet druk over het maandbedrag. Zorg er wel voor dat het maandbedrag hoger, het liefst hoger is, dan de eventuele rente. Het kan niet zo zijn dat er 20 euro rente elke maand bijkomt en je lost 15 euro af per maand. Je ziet dat er een, een gat is. Dus het voorstel is het belangrijkste, een van de belangrijkste. En vijfde punt. Dan gaan we naar het zesde en laatste stap. Je schuldplan. Jij hebt met deze vijf stappen een schuldplan voor jezelf gemaakt. Het enige wat nu nog moet worden uitgevoerd is het schuldplan moet worden gevolgd. Volg het. Het is jouw plan. Volg het. Het zal je, naarmate de tijd vordert, of je nou twee maanden, drie maanden of vier maanden verder bent, zal er steeds meer rust komen. Steeds meer rust komen. Wanneer je je eigen plan volgt, wanneer de afspraken er zijn met de schuldeisers, en ze zien er komt geld binnen, dan stoppen ze toch echt wel aanmaningen te sturen voor, 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 voor. voor. Voor, voor openstaande rekeningen. Waar een regeling voor is. Kijk sommigen zijn agressief. En gaan gewoon lekker verder. Maar die moet je negeren. Want het is maar een brief. Ja sommige mensen. Kunnen letterlijk hun hele leven. Sorry. Opfokken. Omdat er een, een stuk papier. In de bus is gekomen. Stop de onzin. Stop de onzin. Neem grip. En snap. Dat je als mens superieur bent. je bent hoger. Dan dat. Dat je. Dat je, dat je, dat je, dat je nee 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 nee. Sommige mensen durven niet eens post open te maken. Stop de onzin. Maar zorg wel dat je je afschuldplan volgt. Want dan kan het één jaar, twee, drie of soms vijf of tien jaar duren voordat je uiteindelijk schuldvrij bent. Maar er komt een dag dat je die fles champagne openmaakt en jezelf kan zeggen: Ik ben schuldvrij. En het komt puur omdat je je eigen plan hebt gevolgd. Dit zijn zes stappen naar een schuldvrij leven. En als laatste wil ik je zeggen: um, een hypotheek is ook een schuld die je aangaat bij de bank. En daar leg je je schuld voor een looptijd van 30 jaar vast. Voor de meeste van ons, los van hypotheekschuld, ben je toch echt wel binnen die 30 jaar van je schulden af. Bekijk het op die manier. Maak het licht voor jezelf. Je bent het waard. Ik ben Finder Creator, ik maak content voor YouTube. Elke week maak ik leuke films, onder andere over finance, uh, geluk en persoonlijke ontwikkeling. Het zou leuk vinden als je mijn kanaal volgt door te abonneren met het belletje aan. Want zo krijg je al mijn toekomstige video's te zien. Ik wens je een financieel succesvol jaar. Bye bye, tot snel!